Dames en heren, hartelijk welkom bij deze zaterdagmiddagmuziek. Dit is alweer het ene laatste concert in deze zomer orgelserie. Volgende week speelt hier Arjan Leistra. Ik moet u even wijzen op de collecte. Heel belangrijk aan de uitgang. U kunt contant betalen en uw biljetten deponeren in de schalen die daarvoor beschikbaar zijn. U kunt ook geld overmaken op het bankrekeningnummer. Zeker geldt dat voor de mensen die met de livestream meekijken. Zo af en toe komt er een rekeningnummer in beeld. En u kunt ook gebruik maken van de pinzuil aan de uitgang. En u kunt natuurlijk ook, moet ik opwijzen, donateuren worden van onze mooie serie Zaterdagmiddagmuziek. Vanmiddag een heel bijzonder concert met repertoire wat we hier zelden horen. En ik ben ontzettend blij en trots eigenlijk dat ik aan u mag voorstellen een van de grootmeesters van de jazz in Nederland. De pianist en vanmiddag ook weer even organist, Bert van der Brink. En ik geef hem graag het woord. Hij zal u iets vertellen over het programma. Goedemiddag allemaal. Ik denk dat er veel bezoekers zijn die het instrument waar ik zo op ga spelen veel beter kennen dan ik. Het is voor mij de kennismaking met dit monumentale, statige instrument. En ik ga het instrument van een kant benaderen die dan misschien jazz heet. U hebt een programma, u kunt de titels daarin vinden. En die komen ook in de livestream, begreep ik. Ik zal meestal ook de stukken eerst even van tevoren laten horen. Want bij improvisatie weet je anders helemaal niet waar het over gaat. Ik begin met een ouverture waarbij ik eigenlijk de ritmische kanten van de jazz wil aanraken. En dan gaan we zo het programma door. In de overtuiging dat je een instrument altijd eigenlijk uit zijn cliché moet proberen te halen, of anders gezegd niet te veel zwelgen in het geweldige wat een instrument je vaak teruggeeft, daarin beweeg ik me dan maar. Dat probeer ik dan maar te doen, zowel op piano, zowel op het orgel of ook op de accordeon en dus ook vanmiddag hier op dit prachtige instrument. Ik doe het niet alleen, want Jan Hagen gaat mij gelukkig assisteren bij het bedienen van het instrument. Ik wens u een heel fijn concert.